Ter afsluiting van de borstkankermaand zal Stichting Pink Ribbon Suriname een wandelloop organiseren. Volgens Mirjam Irving May, bestuurslid van Stichting Pink Ribbon, heeft de organisatie veel verzoeken binnengehad voor een wandelloop. Aangezien er veel werk in gaat zitten, moest de organisatie er heel goed over nadenken, zegt May. Aanstaande zaterdag 29 oktober hebben wij vanaf Zus en Zo organiseren wij een wandelloop, een 5 kilometer wandelloop. En de bedoeling daarvan is dat iedereen met zijn shirtje, zijn pink ribbon shirtje, of het nou een shirtje is dat eerder is aangeschaft of wat net is aangeschaft, je mag meelopen, je hoeft je niet op te geven, je moet gewoon meedoen. En daarmee eigenlijk laten zien van hey, ik weet wat het is. En ik ondersteun deze stichting, maar ik ondersteun ook mijn medemens die borstkanker heeft of eventueel kan ontwikkelen. Irving May geeft verder aan dat de stichting niet alleen in de maand oktober aandacht vraagt voor borstkanker, maar het gehele jaar door. We lopen echt de bedrijven af, dus met het bestuur, de bestuursleden waarvan ieder borstkanker heeft gehad. Dus we vertellen over het onderwerp, maar we delen ook sowieso onze eigen ervaringen. En daarmee geven we denk ik ook wel de boodschap af van, hey, weet je, met borstkanker valt er nog te leven. Aha. Wees niet bang, je hoeft er niet aan dood te gaan, maar be aware. Je moet wel oplettend zijn. Je moet weten waarop je moet letten. Je moet weten wat de symptomen zijn. Je moet weten wat borstkanker is. En pas als je het weet, dan ga je, denk ik, veel meer aandacht eraan besteden. En dat zeggen we ook, doe vooral je borstonderzoek. Zorg ervoor dat je lichaam kent. Zorg ervoor dat je borsten kent. Zorg ervoor dat als je iets merkt dat niet oké is, een verandering, of het nou is een kleurverandering of een knobbel of je borst voelt anders aan dan normaal, doe er alsjeblieft iets mee. Want het is heel jammer als je door onwetendheid bijvoorbeeld of door angst laat belemmeren en je dan te laat naar de arts toe stapt en de arts moet zeggen, waarom heb je zo lang gewacht? De stichting Pink Ribbon bestaat al 10 jaar en is ook verheugd dat ze dit jaar de wandelloop wederom kan organiseren.